Op donderdag 18 februari vond in het gemeentemuseum in Den Haag een feestelijke bijeenkomst plaats. Daarbij is in aanwezigheid van minister Ronald Plasterk het Gigaport 3-project officieel van start gegaan. Reinder van Duinen, voorzitter van de Governing Board van Gigaport 3, reikte daar aan minister Plasterk het eerste exemplaar uit van het door Gordon Cook geschreven boek Building a National Knowledge Infrastructure. How Dutch Pragmatism Nurtures a 21st Century Economy. Gordon Cook bundelt 6 maal per jaar interviews met beleidsmakers op het gebied van strategische planning van internetbeleid en infrastructuur. In het boek interviewt Cook een aantal betrokkenen bij de Nederlandse ICT-kennisinfrastructuur voor onderwijs en onderzoek, waaronder Kees Neggers, algemeen directeur van Surfnet en programmamanager van Gigaport 3. Cook laat daarin zien hoe in Nederland wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van deze nationale ICT-kennisinfrastructuur, prijst de manier aan waarop dit in Nederland is georganiseerd en stelt dit ten voorbeeld aan andere landen. Het is belangrijk, ik zei al, niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor het bedrijfsleven. We hebben dus inderdaad uit vestgelden 32 miljoen ervoor uitgetrokken voor Gigaport 3. En in dat innovatieprogramma wordt het innovatieve glasvezelnetwerk Surfnet 7 gerealiseerd. Zonder een hele goede infrastructuur op het gebied van ICT in Nederland kunnen we niet. Dames en heren, in sterrenkunde hanteren wij meestal het principe van open skies. En dat betekent dat alle faciliteiten, alle telescopen openlijk toegankelijk zijn. Vroeger was de onderzoeker die was maanden bezig om te komen van het stadium waarin hij een idee had om iets te onderzoeken, totdat hij de gegevens op zijn bordje had. En met die glasvezelverbindingen kunnen we nu dat heel erg versnellen. In plaats van dat ze maanden bezig zijn, is het nu in principe mogelijk dat je een paar dagen van tevoren een idee hebt, het opstuurt naar ons, we nemen het waar en de dag daarna kun je zien of het heeft gewerkt. Omdat je onmiddellijk gaat kijken of de data goed is, sluit je je feedback loop en blijkt dus dat de waarnemingen op deze manier ook veel robuuster kunnen. We zien Gigaport en Surfnet eigenlijk als groeperingen die kunnen helpen. Faciliteiten noemen wij dat, die kunnen helpen op dat anderen hun werk goed kunnen doen. In Nederland hebben we een heel groot aantal gevallen van borstkanker, een hele hoge incidentie. Naarmate Gigaport, het systeem van Gigaport, het netwerk wat we gebruiken, sneller de informatie geeft, vooral als ook de aansluiting met de ziekenhuizen in orde komt, kunnen wij veel sneller reageren op veranderingen in het verwijspatroon en op de incidentie van borstkanker. Dit biedt enorme mogelijkheden voor een research-infrastructuur. We kunnen de groep intelligenter gaan indelen en bepaalde groepen wat meer aanbieden dan alleen dit mammogram. De achtergrond van een dergelijk systeem is wel steeds beter systeem van screening en steeds lagere mortaliteit aan borstkanker in Nederland. Dus het heeft een veel groter uitstralend effect dan alleen maar, zeg maar, die computers die met elkaar aan het praten zijn. Als we in Nederland geen surfnet hadden gehad, waarbij het mogelijk is om lichtpaden aan te leggen naar alle telescopen, dan hadden we deze sprong voorwaarts nooit kunnen maken. Weinig andere landen zijn in staat om datgene te doen wat Nederland nu heeft gedaan. En daardoor krijg je ook weer dat veel wetenschappelijk talent naar Nederland komt om dat gebruik te kunnen maken van onze eigen faciliteit. Want het is niet alleen maar een computernetwerk. Er zitten natuurlijk ook allerlei mensen omheen die als knappe koppen bezig zijn om nieuwe research te ontwikkelen. En zo word je langzaam een belangrijk centrum in de wereld. Vanuit die geopolitieke plek hebben we toch een hoop voor elkaar weten te boksen. En daar past dit in, om opnieuw zo'n gateway-functie te hebben. En om ons ook te realiseren dat het waarde heeft en dat het ook goed is om erin te investeren. Ook als je op korte termijn niet meteen een return on investment ziet. Maar op lange termijn zal het er zeker zijn. In dit gebied is er geen enkele twijfel mogelijk. Hier zijn we echt de koploper in. Niet alleen in Europa, maar echt in de hele wereld. Surfnet. We make innovation work.